groenanovers in Suriname als hub tussen China en CARICOM. Aanpassing natuurbeschermingswet noodzakelijk. En 40.000 militairen patrouilleren in sloppenwijken Rio de Janeiro. Goedenavond, het is vrijdag 13 juli 2018. Welkom bij het STVS Journaal. De eerste hulpbrandweerpost in het district Brokopondo is een feit. Met inzet van de Surinaamse waterleidingmaatschappij is vandaag de eerste brandweerput van het district in gebruik genomen. Eerder heeft de SWM onder leiding van directeur Marlon Oosterling reeds een aantal doelen bereikt in Brokopondo. Waaronder veilig drinkwater uit de kraan in een aantal belangrijke delen van het district. Met de eerste brandweerput worden de grenzen hiermee verlegd. De brandveiligheid van het district wordt nu ook ter hand genomen. Ik een target heb in het district met de manschappen van de SWM om zo snel als mogelijk de waterwagens die hier aandoen, dus verleden toen behoren, want u weet zelf hoe het ging, als de politie water nodig had, werd ik gebeld, brandweer idem dito, die moesten toen elders hier gaan en het water zelf gaan halen en het dus was gewoon een ondoenlijke zaak. Een historisch moment voor Brokopondo, er kunnen beschikken over een eigen brandweerput. Minister Stuart Gautreau van Justitie en Politie zei dat er op het gebied van community safety er veel zal gebeuren. In het kader van de preventieve brandweerzorg is community safety in de verschillende gewesten gecontinueerd. Zo ook in het district Brokopondo, met name op Bronsweg en omgeving. In de afgelopen periode hebben we veel branden gehad, waarbij wij ook slachtoffers zijn te betreuren. Het brandweerbeleid zal zich nu meer richten op het verschaffen van meer informatie over vluchtplannen, de noodzaak van rookmelders en het plaatsen van traliewerken. Verder zal de brandweer de burgers ook informeren over zelfredzaamheid. Om brand te kunnen blussen moet de brandweer voorzien zijn van voldoende bluswater. Met andere woorden, als de brandweer niet beschikt over bluswater, is dat te vergelijken met een leger zonder munitie. Het district is in de afgelopen periode niet bespaard gebleven van een aantal woningbranden en is het hebben van een goed functionerende brandweerpost te Brokopondo van toegevoegde waarde. Dat werd vandaag ook onderschreven door DNA-lid Frederik Finissi. Op een wat rapiti, die brandweer, ja, een heel district breed, zijn er, omdat in het verleden, hoe men Ossobron, ja, waarvan 24 of 25 november, verleden jaar, met Ossobron. De ben kan redden, maar wat er nog bende voldoende kan doen. En dit is nou een hulppost voor brandweer, maar we zien dat ik heb een heel district. De mag dat ik een goed bekennis van halve werk, even op die nou precies, ja, daar onego. Na tracé we tak masra malona en staf personeel. Grand dangie. Met de eerste brandweerput te Brokopondo heeft de Surinaamse waterleidingmaatschappij geschiedenis geschreven. Toch blijft het voor de SWM nog steeds een uitdaging om landelijk te zorgen voor veilig en schoon drinkwater. We zijn niet alleen hier bezig, we zijn landelijk bezig. Laat dat duidelijk zijn. Ik wil zo snel als mogelijk Brokopondo, ja, afhebben. Ja. En daar gaan we voor. Maar de andere districten die komen ook aan de beurt, hoor. We zijn ook bezig op Kamerwijn, we zijn op Saramaka bezig. Dus we zijn overal bezig. We zijn ver bezig in het binnenland. Weet je? Dus, we zijn para laat voor de Albina later. Para, ik ga, als het goed is, over 2 weken ga ik naar Albina. Hebben we ook te doen. Stoelmaas Eiland moeten we ook niet vergeten. Dus goed in Asanera. Jongeren tussen de 12 en 21 jaar sterven aan de 3 meest voorkomende doodsoorzaken, namelijk verkeersongevallen, zelfmoord en levensberovingen. Deze informatie kwam gisteren naar voren tijdens een 3-daagse workshop genaamd Adolescent Health Strategy. Deze cursus is bedoeld om een strategische richting vast te stellen met betrekking tot de gezondheid van adolescenten in Suriname voor de komende 10 tot 12 jaar. Maar daarnaast hebben we ook andere problemen zoals adolescent pregnancy, tienerzwangerschappen.
En adolescent mental health is ook genoemd als een groot probleem. En een gebrek aan een omgeving die ze ondersteunt om zich positief te ontwikkelen. En deze workshop zou ervoor moeten zorgen dat deze issues worden getackled. Heb ik het goed? Wel, we zijn hier met meer dan 80 mensen die verschillende ministeries vertegenwoordigen en ook NGO's, civil society. En de wijze waarop de workshop is ontwikkeld, gaan we systematisch analyseren. 1. Wat zijn de belangrijkste behoeften? 2. Wat bestaat al? Wat werkt goed? Wat werkt niet zo goed? En waar zijn de gaps? En deze belangrijke groep van 80 mensen gaan dan analyseren en op basis daarvan gaan ze prioriteiten stellen. En dat moet uiteindelijk uitmonden in een plan. Volgens Café moet de uitkomst van deze workshop erin resulteren dat er een conceptplan wordt opgesteld. Zo kunnen de gezondheidsissues waarmee Surinaamse jongeren te kampen hebben, verholpen worden. Het ligt in de bedoeling dat de beleidsmakers en politici dit plan gepresenteerd krijgen, zodat zij zich betrokken voelen, voegt Café eraan toe. Wel, we hebben dus besproken dat volgens de AHA-guidance, dat we niet willen belanden met een plan dat theoretisch is en een wishlist, zoals we het noemen. Het moet een heel realistisch, concreet plan zijn dat aansluit bij wat er iets bestaat en wat echt mogelijk is in Suriname. Suriname is niet het enige land, maar de meeste landen hebben beperkingen met mensen, resources, geld, etc. Dus we willen echt een realistisch plan dat doable is in de komende jaren en dat aansluit bij die Sustainable Development Goals, waar Suriname zich ook aan heeft gecommitteerd. En dus dat is een beetje de bedoeling om vandaar die participatie en ook belangrijk, ik ben vergeten te noemen, dat we ook heel veel jongeren in de zaal hebben, omdat de jongeren ook een voice moeten hebben. Senani van Troo, lid van het Nationaal Jeugdparlement, heeft ook meegedaan aan deze sessie en juicht dit initiatief toe. Volgens haar is de stem van de jongeren van groot belang, vooral als het onderwerp die groep regradeert. Het komt te vaak voor dat jongeren niet de toegang krijgen tot hun eigen health services en dat ze meestal niet echt hun privacy hebben. En dat er nu het accent erop wordt gelegd en men er aandacht aan besteedt, vind ik geweldig. Ik kijk er naar uit dat indien andere organisaties of ministeries onderwerpen zullen bespreken die de jeugd aangaan, dat ze de desbetreffende jeugdinstanties ook benaderen. Ik heb de Youth Advocacy Movement gezien, ik heb jongeren van padvinderij gezien. Dus het stemt me goed dat wij, dat ouderen die over onderwerpen die ons aangaan willen praten en ons ook betrekken, vind ik top en ik hoop dat het ook zo door blijft gaan. Het ministerie van Volksgezondheid en de PAHO hebben de handen in elkaar geslagen om deze activiteit te ontplooien. Door de Nationale Assemblée is de weg vrijgemaakt voor Surinamers die in het buitenland veroordeeld zijn om hun straf in ons land uit te zitten. Omgekeerd kunnen vreemdelingen die in onze gevangenissen zitten ook een beroep doen op deze regeling. Het gaat om het verdrag Inter-American Convention on Serving Criminal Sentences Abroad. Suriname is nu het 22e land dat deze conventie heeft geratificeerd. Volgens minister Stuart Getrouw geeft deze conventie meer armslag tegen grensoverschrijdende criminaliteit, waarbij onze strijd hiertegen weer eens wordt benadrukt. Eveneens kan met deze specifieke mogelijkheid voorkomen worden dat Suriname een safe haven wordt voor criminelen of criminele activiteiten. Het betreft bijvoorbeeld om personen, Surinamers, die in het buitenland zijn veroordeeld wegens allerlei misdrijven en naar hier willen vluchten. Vanwege het verbod op de uitlevering van Surinamers leven deze personen vrij rond in Suriname. Eveneens betreft het de aanpak van het nog in Suriname aanwezig crimineel vermogen van personen die in het buitenland zijn veroordeeld. Minister Getrouw zei in het parlement dat er momenteel 102 vreemdelingen een straf uitzitten in onze gevangenissen.
Mochten zij gebruik willen maken van deze wet om hun detentieperiode in hun land van herkomst uit te willen zitten, zullen zij aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Deze OAS-conventie is alleen van toepassing onder de gestelde voorwaarden als aangehaald in artikel 3. Nummertje 1, dat handelt over de straf, moet finaal zijn. 2, de gevonniste persoon moet toestemming geven tot de overbrenging. 3, een strafbaar feit waarvoor de persoon is gevonnist, moet in de ontvangststaat ook een strafbaar feit zijn. De gevonniste persoon moet een onderdaan zijn van de ontvangststaat. De straf die uitgezeten moet worden, moet niet de doodstraf zijn. De straf moet op zijn minst 6 maanden voor de straf moet nog worden uitgezeten worden voor het indienen van het verzoek. Deze conventie heeft betrekking op landen die zijn aangesloten bij de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS. Het minimumuurloon zal nog niet worden verhoogd. Dat zegt minister Suwarto Mustaja van Arbeid. De regering is wel voornemens om het minimumuurloon te verbeteren en had daarvoor al een staatsbesluit dat op 1 juli 2018 in werking zou moeten treden. Vooralsnog gebeurt dat dus niet. De bewindsman gaf in DNA te kennen dat de regering nog meer draagvlak hierover wil hebben en zal ook het advies van de Sociaal-Economische Raad afwachten. De wet van 2014, afgekondigd in 2015, krachtens die wet geldt het minimumloon van 6,14 SRD nog steeds. En wij hadden een voorstel en toegelicht en onderbouwd om voor de loontrekkers aan de onderkant van de salarisladder om met inachtneming van wat in de economie plaats heeft gevonden om voor die groepering dan een nieuwe minimumuurloon van 6,14 plus 2,26 resulterend in 8,40 SRD aan te passen. Minister Mustaja ging in op de aanpassingen welke de regering wil plegen als het gaat om het verbeteren van het minimumuurloon in ons land. Voor die aanpassing was vereist dat je een voorstel deed in de vorm van een staatsbesluit. Het staatsbesluit dat wij graag willen, wordt nu in feite bekeken. En nadat de SER zich heeft uitgesproken, zal, neem ik aan, de staatsraad ook definitief reageren. Ze hebben al gereageerd met maar liefst 16 vragen. Waaronder een vraag die in de sfeer ligt van belastingsgeven, zeer realistisch. Als je dit aanpast en het leidt tot geen resultaat voor de loontrekkers, dan is het doen of doen. Ik hoop dat ik al dus uw college correcter dan de twee eerdere pogingen geantwoord heb. De volgende week zal de regering meer duidelijkheid moeten verschaffen aan het parlement als en wanneer het minimumuurloon daadwerkelijk zal worden aangepast. De leerlingen van het LBO, voorheen de nijverheidsschool van de studierichting Horeca, hebben gisteren en vandaag hun examens afgelegd. Deze school staat aan de Cavulidinstraat. Melanie de Rooij-Deekman, onderdirecteur van deze instelling, gaat kort in op wat er vandaag heeft plaatsgevonden. We hebben vandaag examen van de Horeca-afdeling. Ze gaan dus de gasten lekkere maaltijden aanbieden. Vanaf het tweede leerjaar leren ze dus de verschillende gerechten, Caribisch, Surinaams, van alles en nog wat hebben ze in hun programma. En elk jaar hebben ze een ander thema. Van het jaar hebben ze dus een beetje Hawaii en dan mag u er bij Hawaii zich alles voorstellen. Het was een praktijkexamen waarbij er een restaurant is neergezet en genodigden van een 3-gangen menu konden genieten. Volgens vakleerkracht Horeca Audrey Bilstro zijn de leerlingen wel gemotiveerd, maar er zijn andere zaken die een rol spelen. De kinderen die hiervoor kiezen, of de leerlingen die hiervoor kiezen, zijn gemotiveerd.
Maar er is eigenlijk zijn het de AVO-vakken, wiskunde. Want men denkt van het is een body score, het is een laag niveau. Maar we clusteren samen met de technische school. Als een leerling van de C komt, dan is het leerstof van de technische school die ze krijgen. En meestal komen de leerlingen van de MULO-school, ze hebben het een paar keer daar niet goed gedaan. En dan doen ze het niet goed. Maar voor hun vak zelf, horeca, de vakken, daar presteren ze heel goed. De menukaarten in de vorm van een slipper waren creaties van de leerlingen. Het decoreren van de ruimte werd ook door de leerlingen zelf gedaan. De groep leerlingen die deel hebben genomen aan de examens waren verdeeld over twee groepen. De ene groep was het eten aan het bereiden en de anderen moesten het serveren. Gisteren heb ik gekookt, 3-gangen menu en vandaag ga ik serveren voor gasten. Taierbladsoep, een hoofdgerecht, snitsels met puree, zoete patatpuree en als groente hebben we mix groente, Surinaamse groente. En mijn nagerecht was een vanillekoek. De service was te vergelijken met dat van de betere restaurants. In de keuken was de rest van de groep druk in de weer. Het eten werd zorgvuldig en creatief opgeschept en daarna netjes opgediend. De leerkrachten waren er om meteen te controleren als alles verliep zoals het is aangeleerd. De voorbereidingen richting dit examen zijn niet helemaal vlekkeloos verlopen, zegt Audrey Bilstro. Eigenlijk hebben ze in de vierde klas eerst SO, schoolonderzoek, en ze doen er 4. En na die 4 doen ze een examen, dat is eindexamen. Wat is, ze gaan met vallen opstaan. Want soms heb je de middelen niet. En de leerlingen moeten zelf hun gasten zoeken. En soms is het moeilijk. En soms zijn de gasten het bedrag ook te veel. Maar we worden ook niet door de overheid gesponsord. Of we krijgen geen financiën van de overheid. We moeten het zelf doen. Dus we willen in de toekomst het op Facebook plaatsen. Dus ik denk misschien als men me vandaag ziet en ze op Facebook ziet dat ONS ook dit organiseert, dat we meer gasten zullen krijgen. Om nog meer bewustzijn te creëren ten aanzien van de doven en slechthorenden in Suriname, werd er een awareness workshop gehouden. Met deze workshop is de theorie van de dovencultuur en de basisprincipes voor de gebarentaal bijgebracht. De organisatie GCI Paramaribo is een samenwerking aangegaan met de Stichting Dove Belangen in Suriname om het bewustzijn te helpen stimuleren. Vanaf het begin bij de registraties hebben we gemerkt dat er een hele grote vraag is naar die gebarentaalcursus, dus om het te leren. Hè. Veel mensen zijn echt enthousiast. We hadden gehoopt op bij 20 mensen, misschien net niet 20, maar we hadden bijna 30 mensen hebben we uiteindelijk gehad en die betaald hebben, die echt geïnteresseerd waren in die cursus. Je hebt mensen die smeten van, kunt u niet nog een plek voor me zoeken, want ik wil er echt bij zijn. Anderen hebben gevraagd, komt er een vervolg en zo. Dus dat gaan we sowieso even bespreken met de commissie. Gaan we even bespreken en kijken als we eventueel een vervolg kunnen doen. Namelijk zo dus dat ze bezig zijn met een film, Wieren, de movie. En Wieren gaat over een doofgeboren jongeman, een Nigeriaanse jongeman. En hij vecht voor zijn positie binnen de samenleving. En toen we dat zagen, en onze headquarters hier op het terrein van de Kennedy School, en we wilden reeds lang iets terug doen voor die dove gemeenschap. En toen we dat van Wieren de movie zagen, waren we gelijk enthousiast, want het was onze kans om iets terug te doen. En JCI is een organisatie en we proberen zoveel mogelijk als sociale projecten te doen binnen de gemeenschap. GCI Paramaribo organiseerde de Social Awareness Workshop vanwege de Surinaamse filmproductie Wieren de Movie. Deze film gaat over een doofgeboren jongen die opkomt voor zijn rechten. In Nederland vindt de postproductiefase plaats van deze film. Tot zover het Nationaal Nieuws. Bezoekt u de website op www.stvs.sr. Goedenavond.